Wil jij ook een fijne autorit met jouw hond? Ik ben Mara, dierenarts bij MedPets. En dit is Bo. En vandaag gaan we het hebben over veilig reizen met jouw hond in de auto. Is jouw hond erg gestrest in de auto? De capsules van Dr. Ens kunnen helpen jouw hond te kalmeren. Verstop de capsules of de inhoud ervan simpel in wat lekkers en geef ze voor vertrek aan jouw hond. Voelt jouw hond zich niet lekker door reisziekte of ontstaat er onrust door misselijkheid? Start dan een half uur voor vertrek met de druppels van Pure Tour en herhaal deze regelmatig tijdens de rit. Gaat jouw hond mee op vakantie naar het buitenland? Dan is het belangrijk dat je per land waar je doorheen reist kijkt wat de eisen zijn die worden gesteld aan het transport van jouw hond in de auto. In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland, is het bijvoorbeeld verplicht dat je hond vast wordt gezet in de auto. Je kunt je hond bijvoorbeeld op de achterbank vervoeren met een speciale autogordel. Het is dan wel belangrijk dat je hond ook een goed zittend tuigje draagt. Je bevestigt de autogordel eenvoudig met de musketonhaak aan het tuigje van jouw hond. Een andere optie is om je hond in de kofferbak te vervoeren achter een autorek. Zo'n autorek is eenvoudig te bevestigen in de kofferbak van je auto. En het voorkomt dat de hond zich in de auto kan verplaatsen. Maar het geeft wel voldoende ruimte voor je hond om te ontspannen. Vervoer je jouw hond liever in een bench, dan kan een transportbox of een inklapbare reismand een goede optie zijn. En zo hou je ook nog wat ruimte over voor je eigen spullen. Heeft jouw hond moeite om zelf in de auto te springen of wil je hem hierbij graag helpen? Dan kan een loopplank een goede optie zijn. Wij wensen jou en je hond vast een fijne autorit. Heb je nog vragen over het reizen met je hond? Neem dan contact op via dierenarts@medpets.nl. En vond je dit een handige video? Abonneer je dan voor nog meer video's. Bedankt voor het kijken en hopelijk zien Bo en ik jullie snel weer terug.